Maar is een nieuwe video in. Ik had toch echt verwacht dat ik in Bloemdam zou zijn. Hé, hey, wat doe jij hè? Ik heb jou hier nog nooit gezien. Is dit of zoiets uit de toekomst? Toekomst, dit is gewoon normaal om hier te dragen. Alleen, sommige mensen dragen dat niet. Hé, hey, iemand is gewoon naar huis binnengelopen. Zo, bedaal, ik ga even naar binnen. Hé, hey, weg. Dat mag hier niet. Kan je niet gewoon beter een zwaard pakken? Zwaarden? Dat is niks. We kunnen beter het super hologram super smasher gebruiken. Super hologram super smasher. Ja, dit ding hier. Oké. Sorry, maar volgens mij is iemand me nou keihard aan het pranken. Wie ben jij eigenlijk? Ik ben hier de rondleider van deze stad. Oh, kan je me even rondleiden? Ik heb namelijk geen geld dat ik wil een huis kopen. Het zwembad is gratis. Oké, waar? Welk gebouw is het zwembad? Oh ja, die helemaal tijd. Deze? Oh nee, dat denk ik niet. Nou, wat is dit dan hierboven? Is dat nog een zwembad of zo? Nee. Ik denk dat dit de bedoeling is dat het glijbaan is. Alleen, het is er gewoon nog niet. Oh, hier is wel glijbaan. Hoe kom jij nou? Jij was toch bij het spul? Nee, ik heb een rondje gelopen. Ik heb wat ik heb. Ik heb geld. Hoe kom je aan dat geld? Ja, ik heb dit. Weet je wat dit is? Ik haal daar niet eens een normale staaf van. Oh, ik heb er een stek van. Een stek blokken. Een stek. En wat andere? Dit. Daar heb ik ook heel veel van. Daar heb ik ook super veel van. Ik heb nog meer heel veel vol zitten en ik heb maar één stek van. Maar één stek. Jij bent de rijkste in één keer. Oeh. Weet ik veel. Kan ik een huis kopen? Ja, tuurlijk, je kan een huis kopen. Ik zal je even het allergrootste huis laten zien. Oh, dit is klein, sorry. Doe maar even mee. Wacht, wat is dat huis met die twee deuren? Oh, dit. Ja, prima, grote. Wacht, mag ik zelf gewoon binnenkijken? Ja, is goed. Oké, doei. Dit is wel een heel klein huis. Je verwaaien dat. Van hier. Dat is ook een huis. Wow, dit is wel een cool huis. Dit zou ik wel eigenlijk wel willen hebben. Hier bedje aan de vergeel worden. Dan is het wel een mooi huis. Maar ik ben benieuwd of ze ook een huis met bunker hebben. Wat zei je? Huis met bunker, dat hebben we zeker. Zeker. Maar het is een mega bunker en het is toch een klein huisje. Maar voordat ik je bunker laat zien, mag ik eerst even wat betaling. Zodat je het waarschijnlijk gaat kopen. Oh ja, hier. Bro, dat is veel te veel, joh. Dat is veel te veel.
Je hoeft maar één emmer te geven. Eén emmer aan. Is dat de helft van de betaling? Dat zijn wij niet gewend waar ik vandaan kom. Niet? Is alles daar zo duur? Ja. Maar we leven wel in de toekomst. Dus. Oké, dat is dit huis. Oh, wacht. Wacht even hoor. Loop maar even aan. Naar achteren. Ja, hierachter is dus. Oh. Hier. Wat is hierachter dan? Ja, een schuurtje waar dat zit. Schuur, verboden toegang. Moet die hendel overhalen? Ja, doe maar. Ga maar nou maar eens naar binnen. Oké. Ah, oké. Prima bunker. Ja, woonruimte. Zo. Nou, dat is super veel voor ons. Als je in de supermarkt komt, kan je de hele supermarkt kopen voor één emmerhond. Is dat huis zo duur dan voor jullie? Waarom kan ik niet? Ik snap niet alsof dat op. Alsof iemand dit allemaal doet voor me. Ik snap het gewoon niet. Ik weet het echt gewoon niet. Alsof iemand dit allemaal op. Ik schrok me dood. Nee, dit is even niet ingespeeld. Ik schrok me echt dood. Ik zag in één keer in een hoekje Herobrine staan. Ik schrok me dood. Hallo. Sorry. Dat ik je niet terug heb kunnen brengen. Naar de normale stad. Dus je hebt dit van mij. Raarste persoon ooit. Waar is die andere gast ook? Ja, boeien joh. Ik ben rijk. Hoppa. Laat even naar binnen. Het is oprecht best wel een coole bunker. Nou, dan moeten we niet hierin doen. Dan denk ik zo, oh, dan zit niks. Nou, dat zou vast niet zo heel rijk zijn. Dan leggen we hier wat geld neer. Als een van de stad op deze bunker komt, ben ik gelijk op een licht op mijn hoofd. Dan is het ook een bunker. Maar dat je hiermee gewoon 2 jaar zou kunnen leven. Hiermee kan ik 2 à 3 jaar leven in deze stad. Hoe is dat mogelijk? Echt waar. Ik wil eigenlijk gewoon nog een huis kopen. En dit gewoon als opslag bewaren voor de geld. Alleen ik weet niet waar die meneer is. Dus dat is een probleem. Als ik nou wist waar die meneer was, ja, dat had ik wel makkelijk kunnen doen. Heb ik gehoord dat jij een huisje extra wou kopen? Waar kom jij nou weer vandaan? Heb jij ook net iemand anders gezien? Nee, ik niet. Oké. Wacht, ik wou nog een huis kopen. Wat voor is? Ja, doe maar deze. Mooi. 1 emmerhond. Oké, alsjeblieft.